de e en de u. De e en de u worden vaak uitgesproken als oe. Hoe maak je nou een correcte e en u? We beginnen met de e. Start met e. De e van vis. E. Maak dan je lippen langzaam rond. E. 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 Nog een keer. E. 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 Klinkt het nog als oe? Hou dan je tongpunt tegen je ondertanden. E. E. Leg je schone vinger op je tong. En maak dan je lippen weer rond. E. 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 Een suggestie is, stel je voor, je partner is in het buitenland. Je hebt contact via Skype en je wilt hem een kus geven. Hij is ver weg, dus je moet je lippen goed rond maken. Maak dan vanuit die positie e. De u. Voor de u start je met i. De i van drie. Hou je mond hetzelfde, maar maak je lippen langzaam rond. I. 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 U. Klinkt het nog als oe? Hou je tongpunt bij je ondertanden. Met een schone vinger. U. U. Verschil tussen de e en de u. Bij de e ligt je tong iets lager in je mond en zijn je lippen minder rond dan bij u. Let op. E, u. E, u.